Heel hartelijk welkom aan alle jonge kandidaat-aspirant Leo's. We gaan aan tafel plaatsnemen. Er is een één gereserveerde tafel. En dat de mensen die erop uitgenodigd zijn met te beginnen, de gouverneur, is hier vooraan links. Samen met onze voorzitter en een aantal mensen die daar ook aan plaatsnemen. En voor de rest is het free seating, maar voorstel is dat de Leo's zich wat tussen onze Lions gaan mengen. Geen concentratietjes. En dat we allemaal zo wat door elkaar zitten. Neem plaats en geniet van de maaltijd. En dus klinkt het maar wat hol, hè? Ja, zijn wij zelf ook niet meer klaar. Zo met dat papier met die faxjes al. In puur. Tom, zou jij een kleine introductie kunnen doen van de Leo's, alsjeblieft? Ja, tuurlijk. Dank u, voorzitter. Goedenavond, gouverneur. Beste vrienden allemaal. Jullie merken, aan elke tafel zit behoorlijk wat jeugd vanavond en dat zijn wij niet gewoon. En straks gaat u daar een concreet antwoord op krijgen van wat eigenlijk de bedoeling is van deze avond en waarom we al die jeugd hebben uitgenodigd. Ondertussen zou ik de club nog eens tussendoor willen bedanken om mij de functie van Leo Guide toe te kennen, wat tenslotte een verkozen functie is die niet op de verkiezingslijst stond, maar die nu ad interim ineens gebeurd is. En het doet mij eigenlijk heel veel plezier dat ik dat mag doen en ben daar super gemotiveerd voor. Eigenlijk is het wel zo, ik mag de titel Leo Guide niet meer gebruiken, want dat was van de oude jaren. Het is nu een Leo Advisor. Maar voor ons, allee, wij zijn hiermee een deel ex-Leo's. Zelf ben ik ook 12 jaar bij de Leo's geweest. En voor onze Leo Guide, dat was toen, in een tijd, lang geleden, hij is er niet vanavond, maar dat was Bruno van der Stichelen. En dat was een beetje onze mentor en dat is eigenlijk fantastisch voor te zien dat dat nu een beetje voortgaat van generatie op de volgende generatie van terug Leo Guide of Leo Advisor te mogen zijn van de volgende Leo Club. Dus dat doet mij heel veel plezier. Het is vanavond niet aan mij om te spreken, het is vanavond aan de jeugd om te spreken. Nu kan ik wel zeggen, ik heb een aantal van die jeugd hier aanwezig is in vergaderingen bijgewoond. En wat dat eigenlijk mij het meeste plezier doet, dat is dat die aan het evolueren zijn van een vriendenclub naar een serviceclub. En dat ze ook zo daarop georganiseerd zijn. En dat is het slot waarover dat gaat. Het is gemakkelijk van een vriendenclubknop te richten en elke avond wat pintjes te gaan drinken en dit. Maar als je bij die mannen toekomt en je ziet hoe dat die een vergadering leiden, hoe dat die een vergadering structureren, dan doet het me eigenlijk enorm plezier dat dat echt een serviceclub in wording is. Dat is echt fantastisch in mijn ogen. Ze zijn ook met een behoorlijk aantal, maar ik ga niet te veel details vertellen. Ik ga het woord geven aan Willem, denk ik, voor te beginnen. Dat hij een woordje meer uitleg kan geven over hoe het er voor het moment aan toe staat met de oprichting van uw club. Dank u. Goedenavond, meneer de gouverneur, meneer de zoonvoorzitter, meneer de voorzitter, beste Lions, beste vrienden. Eerst en vooral bedankt voor de uitnodiging dat wij vandaag mochten komen in verband met de oprichting van de nieuwe Leo Club in Klein-Brabant. Marnik en Elke zullen vertellen over hoe dat allemaal ontstaan is en waar we nu al exact mee bezig zijn.
Het idee om een nieuwe Leo Club op te richten is eerder toevallig ontstaan midden vorig jaar. Na enkele gesprekken met Lions en ex-Leo's zijn we echt concreet beginnen worden. Ze hebben ons pittige verhalen verteld over vroeger. En ze hebben ons niet alleen die verhalen verteld, maar ze hebben ons ook aangezet om ermee te starten. Daarna is de zoektocht begonnen naar geëngageerde jongeren. En tot mijn grote verbazing ging dat eigenlijk heel vlot. We zijn vrij gemakkelijk aan een redelijk groot aantal geraakt. En dat stemt me ook plezier dat er zoveel mensen in dat verhaal willen meegaan. Vandaag zijn we met 24 aspirant Leo's, 11 meisjes en 13 jongens, tussen de 16 en de 26 jaar. We hebben onze eerste vergadering achter de rug met enkele bestuursleden van Lions Club Klein Brabant en Leo Club Boom. En sindsdien hebben we 5 vergaderingen op onze eigen achter de rug. We willen echt heel graag officieel ermee beginnen. We staan echt te popelen om dit project te starten. Leo staat voor leadership, experience en opportunity. Maar daarnaast zijn ook onze sociale doelstellingen zeer belangrijk. En daarover zal ik nu meer vertellen. We zijn ondertussen ook al gestart met het op zoek gaan naar een sociaal project. En we zijn eigenlijk uitgekomen bij de Passant in Puurs. De Passant is een begeleidingstehuis voor 10 jongeren tussen 3 en 16 jaar oud. En die komen eigenlijk uit een problematische gezinssituatie. En ze komen eigenlijk in de Passant terecht, ofwel na een vrijwillige hulpvraag van de ouders, die dan eigenlijk vragen van, kan mijn kind alsjeblieft even daar opgevangen worden, want het gaat jullie niet. Ofwel eigenlijk de jeugdrichter die kinderen in dat begeleidingstehuis plaatst. De Passant is eigenlijk een heel mooi initiatief en we zijn er eigenlijk terechtgekomen omdat we eigenlijk op zoek waren naar iets wat dat dicht bij ons stond. We staan dicht bij kinderen, denk ik wel, en we konden eigenlijk daarvoor ook wel effectief iets betekenen, denken we. Het is de bedoeling dat die kinderen altijd tijdelijk in de Passant verblijven en dus achteraf altijd terugkeren naar hun oorspronkelijk gezin en daar dan in een verbeterde gezinssituatie terug zich verder kunnen ontwikkelen. Zowel op financieel vlak als op niet-financieel vlak zagen wij veel mogelijkheden. Op financieel vlak dachten we vooral aan bijvoorbeeld steun bij aankoop van schoolgerief, hobby's, ook medische voorzieningen, aankoop van speelgoed. Wij dachten ook aan misschien de infrastructuur en de woonomgeving voor de kinderen misschien wat op te beuren of hier en daar iets klein aan toe te voegen. En daarnaast is het natuurlijk ook altijd plezant om met die kinderen spelletjes te organiseren, uitstappen te doen en dergelijke dingen. Kortom, we zagen dus het initiatief De Passant en we dachten van oké, dit is het. Ook het enthousiasme waarmee dat onze aanvraag bij De Passant onthaald is. Toen wij vroegen van, zouden jullie het misschien zien zitten om ons eerste sociaal doel te zijn, werkte heel erg aanstekelijk. Ze hebben direct een hele mail gestuurd vol informatie en hoe graag ze het zelf zouden willen. En dat was voor ons ook wel echt heel leuk. En ik denk dat wij vol enthousiasme en met heel veel goesting er tegenaan willen vliegen om mooie dingen te organiseren voor dat initiatief. Een Leo Club oprichten, dat gaat niet vanzelf. Wat hebben we daarvoor nodig? Heel veel kennis en ervaring van mensen die het al hebben gedaan, zoals Tom. Dus komen we eigenlijk tot de essentie van vandaag. En dat is, willen jullie onze Peterclub worden? Alsjeblieft. Ik denk dat we dat zullen beraden op de werkvergadering. Maar ik denk dat iedereen hier een zeer positieve aanbeveling zal doen, denk ik. Of is het? Ja? Ik denk dat dat zo als in orde is, voorzitter. Dit is in de sakouche. Voilà, dan dank ik jullie voor jullie aandacht. En zou ik zeggen, school op een goede samenwerking. Mag ik jullie eerst het paneel overhandigen? Alle drie tegelijkertijd, ja? Dank u wel. Dank u wel. Dat voor kinderen. Officieel document dat voor de toekomst.